U doet goed als de heer Wilders dan even... Tijdens verkiezingscampagnes vergroten politieke partijen onderlinge verschillen heel erg uit en staan ze tegenover elkaar. Maar tussen verkiezingen werken ze ook regelmatig met elkaar samen in het parlement. Ik ben benieuwd hoe verschillend regeringen en oppositiepartijen zich daadwerkelijk gedragen in het parlement. Wanneer werken regeringen en oppositie met elkaar samen? En wanneer zoeken zij juist de confrontatie met elkaar op? In een parlementaire democratie stemmen mensen op een politieke partij die hun vertegenwoordigt in het parlement. Dat is bij ons de Tweede Kamer. De regeringspartijen zijn de partijen die dan vervolgens samen de regering vormen. De parlementaire oppositie zijn de overige partijen. Zij zitten wel in de Tweede Kamer, maar niet in de regering. Omdat de regeringspartijen de hoofdlijnen van het regeringsbeleid bepalen, hebben politicologen al heel veel onderzoek gedaan naar hoe kabinetten worden geformeerd en hoe regeringspartijen besturen. Maar ik ben juist nieuwsgierig naar hoe oppositiepartijen zich in het parlement gedragen. Wanneer steunen zij de regering en wanneer zoeken zij juist de confrontatie met de regering op? Politiek is echt zo'n onderwerp waar bijna iedereen wel een mening over heeft en heel veel mensen wel verstand van denken te hebben. Maar het is best wel lastig om systematisch onderzoek te doen naar politiek en politiek gedrag. Je kunt de maatschappij en de politiek of een parlement niet zomaar meenemen in een laboratorium en aan elkaar pluizen om te kijken hoe het allemaal werkt. Dus wat we doen is we kijken naar daadwerkelijk observeerbaar gedrag in 4 parlementen. Die van Nederland, maar ook die van het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken. We kijken naar wat partijen stemmen, hoe ze met elkaar in debat gaan en welke partijen met elkaar samenwerken en samen voorstellen indienen, moties of wetsvoorstellen. En met die informatie kunnen we analyses uitvoeren die ons helpen onze vraag te beantwoorden. Daarnaast voer ik ook gesprekken met politici om erachter te komen hoe het er in de wandelgangen aan toe gaat. Een stevige parlementaire oppositie is onmisbaar in een moderne vertegenwoordigende democratie. Oppositiepartijen kunnen kiezers kritische informatie geven over wat de regering allemaal doet. En ze bieden een alternatief aan de kiezers bij volgende verkiezingen. Ja, als wij in de regering zouden zitten, zouden we het zus of zo aanpakken. Maar als die keuze tussen een huidige regering en een alternatieve regering betekenisvol moet zijn, moeten regering en oppositiepartijen zich ook echt anders gedragen in het parlement. En de laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van samenwerking en zelfs deals tussen regering en oppositiepartijen. Hierdoor kunnen oppositiepartijen invloed uitoefenen op het regeringsbeleid, maar kiezers kunnen het gevoel krijgen dat partijen te veel onder één hoedje spelen. Of dat de echte oppositie te veel wordt overgelaten aan de radicale of populistische partijen. En dat ze alleen daar terecht kunnen als ze ontevreden zijn met het regeringsbeleid. Maar of dit daadwerkelijk aan de hand is, dat gaan wij nu voor het eerst uitzoeken.